Saïd, gefeliciteerd. Thanks, man. Gefeliciteerd met het winnen van de titel samen met Donaghy. We hebben het er gisteren nog even over gehad. Zijn emoties niet rol laten spelen. Wat voor avond heeft hij gedraaid? Nou ja, hij heeft gewoon geluisterd en heeft gedaan wat hij moest doen. En dit is uiteindelijk hetgene, die volwassenheid heb je gezien. En dat is ook wat ik wou zien, weet je. Ik zie het af en toe kan hij een emotie en als iets niet loopt, dan wijkt hij af van het plan. Maar dat heeft hij dit keer niet gedaan. Hij heeft zich echt stick to the plan gehouden. En dat is het allerbelangrijkste. Dus ik denk allemaal taal geslaagde missie. Ja toch? Ja. Waar ben je het meest trots op? Ik ben gewoon blij, weet je. Je ziet boel geroepen. Hey. Wat ik tegen hem al zei, je wordt alleen geboren, je gaat er gewoon alleen dood. En je doet het voor jezelf, weet je. En het enigste is, presteer en doe je werk. Dat is de enige hoe je mensen de mond kan snoeren. En en ook het stukje humbleheid is gewoon belangrijk. Daar maakt hij steeds stappen in. En missie geslaagd. Vooral, hij kwam bij mij binnen, had 5 verliespartij op rij. En als je die jongen weer aan de praat kan krijgen... Ja, dan is er niks moois voor mij als trainer. Ja, je zegt het net, het humble houden. Je ziet jou ook op het moment dat hij wint, dat hij bij de touw gaat staan. Dat jij zegt van, hey, even naar beneden, er is nog werk te doen. Het is een jonge jongen en je moet hem daaraan herinneren. En hij maakt daar stappen in, dat is het allerbelangrijkste. Wat mij het meest opviel is dat je de benen van jouw tegenstanders vandaag enorm aan het bewerken was. Dat is hun fundament, man. En de meeste jongens die mee tegen begonnen. Ja, dat zijn allemaal jongens die boksend heel sterk zijn. Maar als ze accelereren, betekent ook dat ze heel erg vast staan op de benen. Dus. En dat wisten we. En we hebben ons huiswerk gedaan en hij heeft daar goed op gereageerd. Ja. Wat was het plan voor Bahram Rajabzadeh? Een jongen met heel veel fans vandaag en bro, we wisten dat die jongen normaal. Emotioneel vecht. En hij moest gewoon rustig blijven. En we wisten dat hij een kans gaat krijgen in die onderbreking. Nou ja, goed. En die kwam ook. Dus weet je, iedereen gaat met hem mee. En wat ik hem meegaf, blijf lekker in beweging, vanuit je lengte werken. Je gaat je moment krijgen, want die jongen staat te open. Dus, en we wisten dat hij een keer een fout ging maken. En die fout maakte hij. En daar liep hij op die linkerhoek. Ja. Toen was het eigenlijk wel voorbij, na de eerste keer. Ja, maar dan moet je nog niet te vroeg juichen, weet je. Dus enigste zag je, daar ging hij er gelijk op. Dus hij moest ietsje meer doseren. Maar goed. Hij gaat even een feestje vieren. Dat heeft hij wel verdiend, denk ik, of niet? Dat moet hij zelf doen. Moet ik ga zelf doen. Van huis. Een lange dag geweest en lekker naar mijn gezin en morgen lekker rustdag. Saïd, ik ga je bedanken. Niet alleen voor nu, maar voor altijd. We kennen elkaar sinds het begin. Ja, ik mag je heel erg, dat weet je. En dankjewel voor alles. Ja, ik bedank voor je tijd.